Trouwens, uit een onderzoek is gebleken dat nu het vertrouwen van de Nederlanders in Mark Rutte is gedaald van 70% naar 38%. En nu is op dit moment het meeste vertrouwen in Kaag. Wat blijkt uit het onderzoek? Nou, maar Kaag komt ook heel evenwichtig uit deze periode. Maar ja, ik kan niet aan dat deftige toontje van haar, want de arrogantie die straalt van haar kaken. En ik kan er niet aan wennen. En ik denk dat dat toch tegen haar gaat werken. En Kaag hoeft geen impopulaire maatregelen te nemen. Die kan precies als demagoog zeggen wat het volk en zeker wat haar doelgroep nu wil horen. En Rutte, ja, die zou zo graag zeggen van jongens, de terrassen kunnen open. Maar als alle ziekenhuizen steen en been klagen, kan die dat niet doen. En dat wordt Rutte kwalijk genomen. Maar Rutte is een slachtoffer van de situatie. Ja, 28 april gaat dat waarschijnlijk ook niet worden. Nee, natuurlijk niet, maar er is geen enkele garantie een week later wel. Nee, half mei worden nu al. Het is ook een rare wereld ook, joh, weet je. We leven erin en we moeten het ermee doen. Maar ik bedoel, maanden geleden stond iedereen buiten te klappen voor de zorg. Ja. En nu over die zorgbonus, dan willen ze dat iedereen een zorgbonus kan krijgen, maar die moeten nog weer verdeeld worden over meer mensen. Ja. Dan ging het over €240, geloof ik. Ja. Ja, ze heeft het wel flink verlangs gekregen vandaag in de Tweede Kamer. Er was een vragenuurtje, daar worden vragen gesteld aan het kabinet. Dus gewoon een vast moment in de week. En ja, daar waren vragen voor het kabinet over de hoge energieprijzen. Die gaan door het dak en daar hebben heel veel mensen last van. En wie was er niet? Kaag, die was er niet, omdat ze op dat moment een lezing hield over wat de toekomst van Europa is, ook nog eens niet haar portefeuille op dit moment. Dat is de vraag ook. Is ze nou minister van Financiën op Buitenlandse Zaken? Ja, ze is toch echt minister van Financiën? Toch wel, hè? Ja, ja, nee, maar leg dat even vast. Financiën. Maar ze reageerde zo in de Kamer. Dit is echt een ongekende schande. Ik vind dat u, en ik eis dat ook van u, dat u de minister van Financiën, uw partijgenoot mevrouw Kaag, meteen tot de orde roept en zegt dat was eens, maar nooit weer. Als we dit accepteren als Tweede Kamer, dat er andere prioriteiten zijn dan hier in de Tweede Kamer zijn bij het vragenuur. Ik vind dat we dat als Tweede Kamer niet zouden mogen accepteren. Ik zie net in een aankondiging van een tv-programma op 1 vanavond dat mevrouw Kaag, onze minister van Financiën, daar vanavond zit om over de koopkracht van mensen te praten in relatie tot de oorlog. Dat is precies waar mijn vraag over gaat. Ja, duidelijk. Nou, Rutte zei dus moet duidelijk zijn over Kaag. Kaag is teruggekomen uit het buitenland. En die is van het moment dat ze weer in Nederland was met één ding bezig. Dat is met Kaag, niet met Nederland. Die is alleen maar met Kaag. Die rust niet voordat ze minister-president is. Ja, nou, kijk, Rutte zei, dat zei ze zelf ook, dat is vorige week al afgesproken, maar er is de afgelopen week zoveel gebeurd. Dan zou je moet je wel eens aanpassen onder deze omstandigheden. Ja. Dat moet iedereen dagelijks zijn. Maar is het minachting voor het volk? Want dat werd er een beetje bij gezegd door de meeste politici. Nou ja, het is onbeschaafd. Je laat een Kamer niet discussiëren over zaken waar jij antwoord op moet geven, terwijl jij er niet bent. Dat maar doe je niet. Ze zit bij op één, hè? Straks dan kan ze het nog even uitleggen, maar dat wil ze niet in de Kamer. Gaat ze vast goed doen en ik wil ook dat ze minister-president wordt. Sorry? En ik vind het Ik wil het. Zo'n wijf met zo'n aardappel in de keel. Ja, schijf je blieft uit, joh. Laten we nou gewoon blijven doen met z'n allen. Dat hele minachting voor het volk ding vind ik echt een beetje een zwak argument altijd. De arrogantie. Wat ik wel denk, wat ik met jou eens ben. Waarom is het een zwak argument? Omdat ik ten eerste dat niet geloof. En ten tweede is het ook een soort bijna dooddoener. En die ook minder geld voor mannen, zeg maar, die met een aardappel in hun keel praten. Zoals vroeger Nijpels, Bolkestein, Wiegel, al die mannen hadden nooit minachting voor het. Dat was helemaal geen issue. Hoekstra had het er net zo hard van langs gekregen vanmiddag, hoor. Als hij ergens anders was geweest. Nee, maar had hij dan gewoon minachting van het volk? Nou ja, het gaat ook over nieuwe bestuurscultuur en het inlichten van de Tweede Kamer. Nee, ik snap op een hele belangrijke onderwerp. Ik snap ook dat ze fout was, maar dus ik heb het over dat argument. Het argument dat ze minachting voor het volk heeft. Ik denk gewoon dat dat minder snel voor zou komen bij een arrogante man zoals Baudet bijvoorbeeld, die overigens ook nooit aanwezig is in de Kamer. Nee, maar niet die wou ik even niet serieus nemen. Maar nee, ik denk dat Kaag Pieter ook niet. Ik denk dat Kaag nog wel bepaalde kwaliteiten heeft, maar haar stuiterende arrogantie, Die is zo stuitend dat het volk nooit haar zal kiezen. Ja, dat kan. Dat charisma dat ontbreekt. Ja, dat kan. En ik ben het ook met je eens dat ze met zichzelf bezig is en dat ze super ambitieus is. En ik vind gevaarlijk, dat dus, ja, gevaarlijk ambitieus. Ja, maar dat zijn bijna alle grote mannen ook. Dat is als zij nou ook minister van Buitenlandse Zaken geweest was met haar werkverleden, had ik dat helemaal gevonden. Ze zit nu op een post waar ze niets van begrijpt, maar het is de kortste weg naar de stoel van de minister-president. Klopt. Ja, nou ja, ik denk dat de man in haar plaats zou. Johan, er zijn wel echt hebben heel veel mensen vorig jaar op haar gestemd. De grootste overwinning van D66 ooit. Er hebben ook dus ooit, waaronder ik, heel veel mensen op Baudet gestemd. Ja, maar niet waar zijn ze nu? Ja.
Maar de ambitie die overheerst natuurlijk wel een beetje. Dat is toch haar ambitie? Ze wil minister-president worden. De afgelopen dagen heeft ze natuurlijk ook wel veel kritiek gehad over dat feit van, ja, is ze dan minister van Financiën of minister van Buitenlandse Zaken? Als zij dan aan tafel zit van talkshows, dan is ze ook deskundig op het gebied wat er in Syrië is gebeurd, andere conflicten. Ze kan het ook niet laten als ze daar vragen over krijgt. Kun je ook iets bij voorstellen dat ze daar antwoord op geeft. Maar ja, het gevolg is wel dat ze kritiek krijgt, dat ze het heeft over zaken waar ze eigenlijk niet over gaat. En dat is ook het onhandige van de situatie, dat zij van posten gewisseld. Het koopkrachtplaatje is natuurlijk het verhaal van dit moment. En er wordt steeds gezegd, laat het uitrekenen, CPB moet straks eerst allemaal berekeningen komen enzovoort. Maar iedereen wordt steeds onrustiger, want je ziet de benzineprijzen, 2,30, 2,40, 2,50. Ja, ik moest net tanken, €146. Ja. Oh jee. Moeten we lappen of niet? Met z'n allen hier? Ja, nou, als de mensen mij morgen weer hier willen hebben, dan ga ik dadelijk met de pet. Ja, dat snap ik heel goed, inderdaad. Er is weinig te lachen de laatste tijd, hè? Vind je ook niet? Waar? Nou ja, op tv, in de werkelijkheid, in de maatschappij. Nee, maar de ene die is een heel weekend niet bereikbaar. De ander zit naar een film te kijken. Maar in het eind van het liedje is de helft van de tolken achtergebleven. Maar toch heb jij daar niet gelijk over. Want Arnd Bijleveld heeft vandaag zelf gezegd dat alles goed gegaan is. Dat er niks fout gegaan is. Dat ze op tijd begonnen zijn en dat ze hier niks aan kunnen doen. Nou, wij hebben weken geleden dit al besproken een keer aan tafel. En 14 dagen later werden ze daar in Den Haag een beetje wakker. Ja, in juni is het inderdaad besproken. En als mevrouw Bijleveld bij een film zit, dan is ze niet met haar hele hebben en houden bezig met deze acties. Slag om de schel, dat ze zegt. Kijk, en die mevrouw Kaag, die moet dat arrogante toontje maar eens even laten vallen. En ik begrijp niet dat die Rutte dat allemaal pikt van haar en dat zij zomaar die ChristenUnie aan de kant kan schuiven. Want zij is in een positie, dan zou ze eigenlijk haar consequenties moeten trekken. Want zij heeft er van het hele gebeuren zo'n ontzettende puinhoop gemaakt, dat ze zich dood moet schamen en eigenlijk moet ophoepelen. Maar ik denk dat zij de ambitie heeft en ook de verwachting dat ze misschien wel minister-president gaat worden. Nou, dat is ambitie. Ja. Kijk, daardoor is het zo'n gevaarlijke mevrouw. Ze is en intelligent en ze heeft een blinde, maniacale ambitie. Gevaarlijke combinatie, zeg maar. Ja, een hele gevaarlijke combinatie. 170 doden, hè, daar. Zo, ja, met die aanslag bedoel je. 170 doden, hè? Wat is een mensenleven waard, man, daar, hè? Ja, echt bizar. Maar ook onder de Taliban. Nou moet ik ook zeggen dat het me. Kijk, ik denk ook wel eens kritisch over alle vluchtelingen in Nederland. Maar als je ziet wat daar gebeurt. En die worden dan ondergebracht op de Veluwe. En een heel dorp gaat daar staan te protesteren. Dan denk ik, jongens, hebben jullie thuis geen tv of zo? Dat je niet op de hoogte bent in welke omstandigheden die mensen dat land hebben moeten verlaten, weet je wel. Die tot een aantal jaar geleden onze bondgenoten waren. Omdat wij naar de gaan om ze te helpen. Dat vond ik een beetje te ver gaan. Ja. Nou ja, goed, en je hebt de laatste tijd veel je mening erover. Er zijn wel weer mensen die zich afvragen, kan politiek commentator Johan Derksen dan nog wel over voetbal praten? Want het is natuurlijk zo met jou met Tjeeg geworden. Want dat is natuurlijk wel, hè? Ja, ja, kijk, dat heb je als je meerdere specialismen hebt natuurlijk. Ja, hey, de speelt dat. Scherpe analyse over Afghanistan. Maar ja, hoe zit het met het verstand van voetbal natuurlijk? Is dat verloren gegaan? Het verstand van voetbal heeft Jan voldoende. Ja, dat is waar. Ik wou je wat vragen, mag dat? Ja, nou ja, je bent er toch. Ben je dan echt dat je liever Champions League hebt of Europa League hebt dan Champions League? Omdat daar de Nederlandse clubs in zitten, Gisteren zat Marleen Weener. Die was een tijd lang was politiek assistent in Rotterdam bij D66 van de heer Samuel Schampers. Die was toen fractievoorzitter daar. En die had op een gegeven moment een feestje met een man of 30. De hele fractie was er, allemaal Kamerleden enzovoort. Ja. En dat liep een beetje uit de hand. Er werd wat gedronken enzovoort. En dat vertelt ze zelf gisteravond bij Unic. Dat was niet echt een heel leuk feest. Je hebt zelf een vervelend incident meegemaakt met de fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, waar jij destijds werkt. Dat was voor jou tekenend van hoe het er in de partij aan toe gaat. Wat gebeurde er toen? Het was eigenlijk de druppel. Het was gewoon, want dat was eigenlijk het laatste van de 10 jaar. En ik had 4 jaar lang als politiek assistent gewerkt. En we hadden een etentje met alle mensen in de partij die er toe deden, zeg maar. Het waren Kamerleden, wethouders, maar ook het bestuur. Iedereen zat daar. Dus we waren met 30 mensen aan tafel. En het was, voor een aantal mensen waren behoorlijk dronken. En op een gegeven moment, het was eigenlijk een beetje een corporaal feestje. Op een gegeven moment ging de fractievoorzitter, die klom op tafel met een biertje. En die ging voor iedereen staan. Dus je moet echt voor, hij heeft gewoon met zijn voeten hier zo voor me op tafel gestaan. Iedereen moest zo omhoog kijken. En dan ging hij bij iedereen speechen. En dat duurde echt heel lang. En op een gegeven moment was hij halverwege. En toen zei hij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten. En bij mij was, het was gewoon, ja, het was bij echt zo. In mijn herinnering is het echt zo'n moment dat ik gewoon echt even stil werd. En dat ik zo om me heen keek en dat ik echt dacht,
wat doe ik hier eigenlijk? Wat bedoelde hij? Kaag heeft gezegd, ik citeer... In mijn partij is geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Wanneer daar sprake van zou zijn, past maar één weg, stevig ingrijpen. Ja, dat is precies wat ze niet doet. Ja, nou, staan we bij jou, Leonie. Ja. Toch een beetje jouw vriendin, Kaag. Ja, nee, sta je nog achter haar? Nou ja, ik heb wel op haar gestemd en ik ben wel teleurgesteld, ja. Ik ben wel teleurgesteld over haar rol in deze hele zaak. Ik vraag me de hele tijd af, waar is ze? Ja, ze zit uiteindelijk in Washington. Ik dacht even New York, maar... Ja, ze zit in Washington. Nou, ja. Daar zit ze dus. Maar IMF. Nog geen enkele reactie van haar kant. Er is een dossier dat kennelijk al een jaar in een la ligt. Mm-hmm. Nieuw moreel leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur. Dat was de belofte. Maar ik bedoel, als je dit allemaal leest, wat je zaterdag in de Volkskrant leest... dan denk je, nou, daar is dus nog weinig van te merken. En ik ben echt wel teleurgesteld in haar handelen. Ik heb gewoon het idee dat die hele bestuurstop zo bang is dat zij beschadigd raakt... en dat ze haar ervan af proberen te houden, dat het eigenlijk als een boemerang terugkomt. Want hoe minder zichtbaar ze is, hoe schadelijk ik het eigenlijk vind voor haar. Ik ben oprecht teleurgesteld in haar leiderschap. Want deze Marleen Wehner heeft dit ook proberen aan te katen tot drie keer toe bij Kaag, maar kreeg haar niet te pakken. En ook het slachtoffer van Frans van Drimmelen heeft tot drie maal toe contact gezocht. Ja. En toen kreeg ze te horen... Zoek maar contact op met de advocaat. Ja, dat vind ik het ergste. Ik ook, ja. Want dat soort types als Kaag roepen altijd... mijn deur staat altijd open als er problemen zijn, maar... Haar deur is hermetisch gesloten. Hè? Dus ze heeft zichzelf hiermee totaal ongeloofwaardig gemaakt. Ik ben ook heel benieuwd wat ze de vrijdag nu uitkramen. En waarom pas vrijdag, hè? Omdat ze dan pas terug is. Maar dan kan ook... die paternotte dan toch ook dat gewoon zeggen? Ja, maar het was vandaag ging men natuurlijk op zoek hoe het nou precies zat met Kaag. Maar ja, dat was ook allemaal lastig. Toen ik het artikel las, dat ik ook wel dacht van wat is er gebeurd. Het roept in ieder geval bij mij als lid heel veel vragen op. En het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt... In alle zorgvuldigheid, want daar gaat het om. Heeft u die brief ondertekend? Ik weet dat Sigrid Kaag op dit terrein haar lat ontzettend hoog heeft en zeer actief in de partij ook is. Dus, waarom reageert ze dan nu niet? Dat moet u echt aan haar zelf vragen. Ik laat het hier graag even bij. Vindt u dat dit een schoonheidsprijs? Ja, iedereen probeert er hem omheen te draaien. Overigens, het lijkt me duidelijk, die man met die grap over die lengte van die lul... Daar is nu toch wel een gesprek mee, hoop ik. Dat mag je toch ook. Dat is toch alle reden om die man te royeren. Oh, die is berispt, hè, uiteindelijk. Ja, maar al die mensen, die partijleden en die bobo's uit de D66... die zitten erbij en niemand heeft een hand uitgestoken. Nee, niemand was op dat moment die avond ook in staat om er iets van te zeggen. Want dat meisje die daar gisteravond bij Jinex zat, zei dus ook... Ze zei, ik ben weggegaan. Hè, op het moment dat het jas aangetrokken. Jas aangetrokken, naar huis gegaan, ze hele nacht gehuild. Ze voelde zich zo beledigd en zo in de kou gezet. Niemand hielp of greep in. Maandag heeft ze toch even een mailtje gestuurd. Daar is ze heel blij om, omdat dat is nu bewijs. Mm-hmm. Toen hebben ze gereageerd van... ja, het was een beetje, dat had niet gemogen, maar ach, hè, het was een grapje. En pas, volgens mij, het afgelopen weekend... heeft ze voor het eerst gehoord dat ze inderdaad... dat die gozer wel eens berispt daarvoor. Maar had ook niemand... Johan, ik wilde eigenlijk net tegen je zeggen... je hebt de Kaag nog niet beledigd. Maar je zei op de gang hier naartoe tegen mij... ik wil wel iets zeggen over Kaag. Ja, nou, ja ik heb haar weer tenenkrommend aanschouwd. Oh. Want ze kondigde aan, ze gaat naar... Turkije en naar Qatar, want daar heeft de Taliban een kantoor. Mm-hmm. En dan gaat ze daar praten om de laatste mensen die recht hebben om naar Nederland te komen vrij te kunnen krijgen. En GroenLinks, het Bedrijf van Arbeid, hoeft niet eens mee. Dat gaat ze helemaal zelf alleen doen. En dan denk ik, zit niet te lullen, je lult uit je nek. Want die Amerikanen hebben het geregeld. Mm-hmm. Die hebben het gewoon geregeld dat die mensen uit dat land mogen. En waarom hebben die het geregeld? Omdat op Amerikaanse banken nog 9 miljard dollar geld van de Taliban staat. 9 miljard? Ja, iets in die orde van grootte. Okay. En die hebben dat geld nodig natuurlijk voor wapentuigen of weet ik veel. En die Amerikanen hebben natuurlijk gezegd... nou, als al die landen hun mensen eruit mogen halen... dan geven wij dat geld kwijt. En dan gaat Kaag interessant staan te doen voor de camera... van dat ze gaat onderhandelen en ze doen hun uiterste best. En zo denk je, joh, zit niet te lullen. Ik las dan net weer een artikel dat zij eigenlijk helemaal geen minister van Buitenlandse Zaken wil worden... in het volgende kabinet, maar minister van Financiën. Nou ja, dan wordt Wopke natuurlijk gek. Daarom wil Wopke natuurlijk ook niet. Want nee. Want die wil absoluut je aanblijven. Je kunt Wopke alles afnemen, maar niet zijn titel. Nee. Dus dat zou dan ook nog weer een strijd kunnen zijn. Nou ja, dat is ook gelul natuurlijk. Ze wil maar één ding, minister-president worden. Ja, eigenlijk is dat wat ze wil, ja. En gaat dat gebeuren, denk jij? Nee, want die mevrouw die vergist zich in één ding... haar arrogante uitstraling gaat haar dwarsbomen. Want hoe meer ze op tv is, hoe meer mensen zullen zeggen van... Ah, het is wel een beetje een arrogante trut. En je moet als politicus moet je ook een beetje charisma hebben... dat je de gunfactor hebt van het volk. Ja, maar ja, als Rutte het niet zou doen, maar die gaat het gewoon wel doen, denk jij?
Ja, wat moet hij anders dan doen? Ja, nou ja, hij wil er nog niet vanaf. Hij, Rutte 2.0. Wat opmerkelijk was, hadden de ledenraad bij de PvdA en de GroenLinks enzovoort dit weekend. Maar je kon gewoon inloggen en dan kon je gewoon zelf meestemmen. Hè? Ook als je niet lid was bij de PvdA. Dus ze hebben natuurlijk allemaal mensen mee zitten stemmen. Die zeggen, ja, gewoon meepraten met die VVD. Ja. Leuk man. Ja. Hè? Ja, Rutte en zo allemaal invullen. Het is allemaal zo amateuristisch. Ja. En dan willen ze gaan stemmen over samenwerken met Rutte. En er is er één vent die de statuten kent en die zegt... dat mag helemaal niet, dat kan helemaal niet. Nou, ja. Dan gaat dat ook weer niet door. Nee, het is echt... En alsof het uitmaakt of ze het wel of niet mogen doen, daarmee gaan praten. Het is... Jongens, wanneer hebben wij nou een kabinet? Waar gaat dit over? Hans, waar gaat dit over? Jawel, maar ik begrijp best dat, nou, dat Wopke en Rutte... die willen niet die twee linkse partijen erbij. Nee. Dat begrijp ik heel goed. En Kaag, die stampvoet het huis eraan vast... En die blijft dus die meneer van de ChristenUnie maar als Jan Joker gebruiken. Ja, nee, Gert-Jan heet hij. Ja. Ja. Dan terug. Cambuur-supporter trouwens. En PSV-supporter, allebei is hij. Dat, oh, heel dat gek is gek. Dat, ja, dan moet je dan weer gereformeerd voor zijn om twee clubs te hebben. Ik zeg, je bent of Cambuur of PSV. Maar nu we het toch even over politiek hebben, D66, Kaag... ontkende eerst dat ze iets met die documentaire te maken had gehad... in de zin van dat ze daar veranderingen wilde hebben. Later had ze er toch nog weer actief geheugen aan. Dat was eerst even verdwenen. Dat ze er toch wel bij betrokken was en dat er een paar dingen uit moest. Ja. Onder andere met die veiligheidsriem in die auto. En ze zat champagne te drinken in Niger, waar iedereen omvalt van de honger. Van maar Sigrid Kaag zat zwaar aan de champagne. Wat vind je van deze hele gang van zaken? Ja, ze staat een beetje voor lul. Kijk, ze speelt graag de zelfverzekerde, onberispelijke dame... Maar ze heeft nu ook een paar steekjes laten vallen. En dan wordt er zo'n documentaire gemaakt. En door ijdelheid gedreven acteert ze dan voor de camera. En dan realiseert ze zich later, of als ze beelden ziet... van, goh, dit is niet zo verstandig. En met onafhankelijke documentairemakers valt niet te discussiëren. Die leggen vast wat ze zien. Ja. Weet je wel, waarheidsgetrouw. Maar ja, dan komen er allerlei stromingen in actie. En die documentairemakers hebben blijkbaar hun oren laten hangen naar D66 en andere mensen die zich ermee bemoeiden. Waardoor die hele documentaire niet meer serieus te nemen is. Het is een vorm van propaganda, wordt er nu ook gezegd. Ja, de ombudsman bemoeit zich. Daar moeten ze gewoon voor betalen, want dat is gewoon een reclame-stunt geworden. Ja. Jullie site stond er vol van, hè, de hele tijd. Ja, bovenaan Sigrid Kaag. Die, de winter, die zit er vol in, natuurlijk. Ja, die zat er bovenop. Het heeft vooral te maken, natuurlijk, dat voor de gewone Nederlander... Kaag als een hele arrogante, bedweterige dame overkomt... die dan heel stoer zegt van... ik wil de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland worden. Dan denk ik, hoezo? Je hebt het grootste deel van je leven in het buitenland geleefd. Je weet helemaal niet wat er in Nederland leeft, weet je wel. Maar zij straalt helemaal uit van... laat mij het maar regelen. Ja. En dat vind ik een hele gevaarlijke tendens. Want niemand weet of die mevrouw echte kwaliteiten heeft... Denk je als buiten nu... die arrogante brani van haar. Denk je als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... dat de verhoudingen weer heel anders zouden komen? Ja, dat scheelt de helft van de stemmen. Want nu hebben ze een stok om haar te slaan. Ja, ze zet natuurlijk hele bevolkingsgroepen ook weg. Want volgens mij waren ze ook ergens. En dat waren aanhangers van Baudet... En zei ze, ja, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Ja, wie stemmen daarop? Wie stemmen daarop? En wat zijn dat voor mensen? Dus ja, de hooghartigheid ten top is dat natuurlijk. En als zij dan premier van alle Nederlanders moet worden... ja, dat is bijna niet verenigbaar op deze manier. Ja, maar zo'n oordeel, per toeval, omdat ik dat boekje uit moest reiken aan die Theo toen... ben ik op zo'n bijeenkomst van Baudet's en Club geweest. En dat viel me op, dat waren allemaal... keurige mensen. Geen gaaiers, allemaal mensen die een beetje zweefden, die twijfelden. Kijk, Baudet heeft dat zelf helemaal verkwanseld. En als je nu nog op Baudet stemt, dan ben je niet goed bij je hoofd. Maar de basis toen, waardoor hij die overwinning behaalde... waren allemaal hele keurige mensen. Maar Kaag moet niet dat soort mensen meteen eventjes wegzetten. Want anders zullen we Kaag eens even wegzetten. Ja, jij vindt ook niet dat het erg lekker loopt met die Nederlandse evacuatiemissie in Afghanistan? Dat is toch belachelijk? Kijk, als de koning naar Griekenland moet, staan er 10 vliegtuigen klaar. En nou hebben ze er maar één die vliegt. Ja. En dan kunnen er 800 in en dan komen ze met 6 mensen terug. Ja. Maar als ze dan eerder... Ik kan me herinneren dat wij volgens mij in Zeist al over die tolken het gehad hebben. Ja, dat ze weg zouden moeten Dat is weken geleden. Ja. En toen hebben ze één grote fout gemaakt. Ze hebben ons niet serieus genomen. Heel Als zeker. Ze toen ingegrepen hadden, hadden ze alle tijd gehad... om al die mensen hier naar Nederland te brengen. En nu is het chaos, troef. Maar ze zitten dan een excuus aan te bieden, Kaag voorop. Maar Kaag die blijft, als ze door stof kruipt... toch een arrogante, hooghartige vrouw. Je vindt die excuses niet oprecht? Nee.
Nee, nee, totaal niet. Zo met frisse tegenzin, dan ben ik van dat gezeur af. Dan heb ik tenminste gezegd dat we fout gemaakt hebben. Nou, het zijn fouten die drie gemaakt hebben. Die zijn rijp voor aftreden. Maar dit zijn mensenlevens wat om gaat. Wat het nou, er zijn mensen doodsangst. Omdat mevrouw Kaag 2 maanden op vakantie moest en nooit serieus nam. Ja. Maar het zijn mensonterende beelden wat je daar nu ziet. Het is waanzinnig. Het is schrikkelijk. Het is krankzinnige beelden. Dat Amerikaanse vliegtuig wat 800 mensen had meegenomen was wel... Die hadden gewoon alles naar binnen gelaten. Ja, ja. Maar dat is de manier. En dan zit die Loekie, heet ze geloof ik. Loekie Knol? Loekie Knol, dat is van vroeger, van Rob Nijs. Die oude taart van de VVD. Nee, die heet niet Loekie Knol. Broekersknol heet hij. Ja, okay. Loekie Knol was vroeger Rob de Nijs. Weet je. Ja. Oh, kunt u bij de weg naar Hamburg vertellen. Blonde meisje. Ja. En die, het eerste wat ze zeggen als ze buiten is... ja, maar we kunnen niet iedereen zomaar in een vliegtuig doen... want dan weten we niet of ze hier wel thuis horen. En ze kunnen ook niet allemaal blijven. Dat is van later zorg. Ja. Eerst die mensen uit doodsangst halen, want we zijn verantwoordelijk. Want onze diplomaten daar, die zijn als eerste gevlucht... en die hebben het personeel aan hun lot overgelaten, hè, de helden. Ja. Dat is net als een kapitein, die blijft tot de laatste op zijn schip. Maar onze verantwoordelijke man in Kabul, die was als eerste het veilige Den Haag terug. Ja. Is het Amerikaanse vliegtuig is dat vliegtuig toch wat in beeld was, hè? Waar ja, iedereen waar je al die aan mensen ging. Zag zitten, die hebben ze gewoon... Nou ja, maar er zaten 862 mensen in. Ze hebben gewoon alles binnengelaten op een gegeven moment wat maar mee kon. Er mochten er geloof ik maar 400 of 500 in. Maar ze hebben helemaal volgesteld met alle mensen... Maar dat beeld dat ze allemaal aan dat vliegtuig hadden... daar zat ook een Afghaanse jeugdinternational bij. Ja, daar zat ook die jeugdinternational bij. Ja, die is toch uit de wiel gevallen. Ja. Je zat in de wielophanging inderdaad, wat niet meer dicht kon. Ja, het zijn verschrikkelijke beelden. Ja. Het is echt verschrikkelijk wat daar op dit moment gebeurt. En wat je zegt, excuses doe je oprecht, zoals bijvoorbeeld onze eigen koning dat doet. I would like to express my and repeat regret and apologies. Ja. Maar we praten over hele serieuze zaken waarvan je zegt dat het belachelijk is. Misschien moeten die mensen wel aftreden. Maar dat ondertussen nog geen kabinet is, na meer dan 100 dagen na de verkiezingen. Nee. Het is werkelijk waar. Maar dat is ook Kaag die het ophoudt. Ja. Welke argumenten heeft Kaag om op haar manier, op een nieuwe manier... leiding te geven aan Nederland? We hebben nu gezien dat ze er helemaal niets van terecht brengt. En daar moeten we ons aan overgeven, die is de baas. Nou ja, ze heeft de verkiezingen toch niet gewonnen? Rutte en zij trekken steeds samen op. We zagen ook weer een hele mooie foto van ze. Kijk hier ook. Maar Rutte mooie... moet nou eens van zich afbijten. Ja? Ja, natuurlijk. Hij heeft ook de verkiezingen gewonnen, nou. Ja, Frans van Drimmelen. Ja. Mevrouw Kaag, die nergens van weet, hoe is het nou in godsnaam mogelijk... Dat kan niet, want dat rapport heeft ze gelezen. En in dat rapport staat dat er uiteindelijk toch grensoverschrijdend gedrag was geweest. Maar ze wist nergens van. Want nu is het plotseling in het kader van de privacy... dat zij het rapport niet zou hebben gehad. Ja. Kan helemaal niet. En ja, die vrouwen in die partij die zijn in opstand gekomen. En daar kun je de klok op gelijk zetten. Want die pikken dit niet. En nu hebben ze echt een groot probleem. Want nu zijn ze met z'n allen ongeloofwaardig. En het is echt een smet op D66, want dat is gewoon een hele fatsoenlijke, keurige partij... waar geen plaats is voor dit soort avonturen. Nee. Maar er is een rapport gemaakt waarin een gedeelte van naar buiten is gekomen. Daarin werd gezegd dat meneer Van Drimmelen niks had gedaan... dat hij gewoon vrij was van zonde. Maar in een ander gedeelte van hetzelfde rapport stond dus... dat hij wel grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Dat maakt het wel heel gek. En het kan toch bijna niet zo zijn dat je als partijleider... in het kader van de privacy, zoals je al zegt, dat rapport niet gaat lezen. Nee, maar ik zou als partijleider dat ook niet pikken. Want zij is het boefbeeld. Ja. Als de commentaar gevraagd wordt, komt iedere journalist bij haar uit. Dus zij was ervan op de hoogte. Maar het is natuurlijk helemaal een strijd met haar fatsoensnormen. Zij wil daar helemaal niet mee geconfronteerd worden. Dan is het plotseling een bestuurszaak. Nee, Kaag, je bent het boefbeeld in goede en slechte tijden, hè? Ja, zeker voor de D66, wat jarenlang heeft geroepen... dit kan niet en dat kan niet. Als die dit nu zelf in huis hebben, dan... Zou jij als vrouw nog veilig voelen bij D66? Zou ik me als vrouw nog veilig voelen bij D66? Ja. Vraag Max de Kok uit Tilburg. Nou, hi Max. Ja. Ja hoor, ik zou me op zich wel veilig voelen bij D66. Maar ik heb wel... Ik vond het een hele pijnlijke aangelegenheid gisteren. Ja. Ik zat die column te lezen van die zware man, die blonde. Ja, die schrijft dat... Die zat ik te lezen over Pechtold. Ja. Die schijnt alles geneukt te hebben wat los en vast zat, die Pechtold. Ja. Echt waar? Die viespeuk. Dat was echt een viespeuk. Ja, die zou eigenlijk vicevoorzitter moeten worden van D66 nu. Nee, die was van de PvdA, was die, hè? Maar dat schreef zij gewoon. Pechtold. Plasterk, zijn column in de Telegraaf, vond ik werkelijk geniaal. Die zette even heel droog achter elkaar de argumenten... waarom ze eigenlijk alleen maar één ding kan doen, en dat is plaatsmaken. Want het is echt een chaos wat ze ervan gemaakt heeft. En ja, ze is gewoon nu al te licht bevonden met al haar bla-bla-verhalen.
Maar dat gaat niet gebeuren, hè? Ze zal niet zo snel haar plaats opgeven, denk ik. Wat denk jij? Nee, dat denk ik zeker niet. Ze hebben 13 mei natuurlijk een nieuwe ledenbijeenkomst. En ik denk eerder, als er iemand... als er kop moet rollen, dat dan het bestuur wordt in plaats van Kaag. Maar wij zaten net die column van Plasterk te lezen. En wij vroegen ons af of het wel goed geprint was. Ik vond het niet. Ik vond het juist niet heel erg leesbaar. Ik vond kon er geen taal vast. Ik vond het een uitstekende. Heb je die Zwageman-column gelezen? Nee, die heb ik niet gelezen. Die was goed. Totaal verschillende column. Maar is het met die Marianne Zwageman die zegt dat D66 de Leeuw Kleine van de politiek is? De Leeuw Kleine van de politiek, ja. Ja. Drank, drugs, seks. Ja, alles, dat was een leuke column. Ik heb het met plezier gelezen. Oké, ja. Maar het ging dus over Pechtold. En Plasterk had een column geschreven die jij al goed vond en die jullie niet meer. Ja, ik heb 31 jaar columns geschreven, dus ik. Ik kan wel redelijk beoordelen wat een column inhoudt. Ik doe het op zich ook al een tijdje, dus ik kan het ook wel. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Nou, laten we dit niet gaan doen. Ik heb het over smerige columns. Oh ja, die doe jij. Dat is waar. Nee, wat ik het meest... Even afgezien van of het een goede column is of niet. Maar wat ik het meest pijnlijk en kwalijk van gisteren vond... is dat Kaag... zei van, ik heb de vrouw niet gebeld, ik heb geen contact gehad. Dat doe ik namelijk, ik laat me niet dicteren door de media. Dat vond ik niet eens zo'n slecht argument, want inderdaad, daar gaan wij niet over. Maar ik laat mij dicteren door mijn eigen gevoel. Maar daarmee maak je, volgens mij vlieg je dan totaal de bocht uit. Want waarom, wat zien wij als kijker? Jij hebt dus niet het gevoel gehad van, ik moet uitreiken naar die vrouw. En die menselijke maat... die ontbrak gisteren volledig. En dat vond ik zo pijn. Ze maakten het zelf steeds erger. Ja. En dat was heel pijnlijk. Ja, het gekke is, de meeste mensen van D66 wilden niks zeggen. Vandaag Oesloe, jouw favoriet volgens mij bij D66. Wie? Oesloe, staatssecretaris. Oh, dat is een hele charmante vrouw, vind ik dat. Nou, die was nog wel redelijk duidelijk. Ik heb er over nagedacht. Is het nou meer of minder pijnlijk dat het bij D66 voorkomt? Ja, ik ben lid van deze partij en ik vertegenwoordig ook de partij. Dus ja... maar het is vooral pijnlijk voor het slachtoffer. We schieten allemaal een beetje in de kramp, of een beetje behoorlijk in de kramp. En het is goed om openheid te creëren en gewoon in te grijpen en te laten zien, dit gebeurt. Dit gebeurt overal. Het is echt een groot probleem, hè? Het is nu D66, het was PvdA en Ajax en Voice. Maar hier moeten we dus eigenlijk van leren en kijken van... hoe moeten we het anders doen? Want ja, dat het gebeurt is een feit. Wat een geneuzel. Die mevrouw die ging helemaal overspannen toen de Voice gebeurd was. Met John de Mol zit. Meteen als John de Mol de volgende dag alle directeuren bij elkaar halen. En nu komt ze erachter dat het ook bij haar eigen clubje... en nu is ze van de leg. Is het een idee, Wim, om Johan dan misschien verkenner of formateur te maken? Verkenner? Gewoon het zaakje een beetje neutraal, een beetje afstand. Wel een groot persoonlijkheid, ja. Natuurlijk. Onafhankelijk, ja. Ja, kijk, algemene kaart. Nee, maar ja. Ik wil me hier niet openbaar bereid verklaren om dat te gaan doen. Want dat is dodelijk voor mensen met dezelfde ambities. Die hebben dan geen schijn van kans. Maar als ze twee keer vragen, doe je het misschien wel. Toch, of niet? Eén keer. Als je logisch nadenkt, dan kom je al snel tot deze conclusie natuurlijk. Maar dan is dus de conclusie, VVD gaat wel met D66 en CDA Ik denk dat ze met hetzelfde clubje bij elkaar blijven. Want met die andere partijen... Ja, die hebben allemaal een motie van afkeuring gesteund. Waar je tot op het Bolddorf beledigd bent. Ja. en zelfs kleine Klavertje, die knock-out geslagen was... kreeg op het laatst weer een beetje babbels. Hè? Ja, maar Klaver had alle sieraden had hij gewoon overgegeven. Ja, telde niet nee, mee. Die heeft alle dames van de linkse partijen... op zijn affiche geplaatst. Ja. Maar toen die alleen was, toen liet hij alles, toen mocht alles. Ja. Toen hoeven we geen vluchtelingen. Migratie, klimaat. We mochten weer 180 rijden als hij maar mee mocht regeren. Ja. Toen kwam het wel op neer. Ja. Dat maakte het ook wel leuk om te kunnen zien dat wat allemaal geschreven was daar. Dat maakte het heel inzichtelijk. Het heeft wel een spannende mediaweek opgeleverd... Ja. Dat die mevrouw met dat blaadje onder de arm liep. Ja. Maar Reinissen, heb je daarvan genoten? Wim? Die zat een beetje te hoog afgesteld, of niet? Te hoog afgesteld? Ja. Die is een octaaf te hoog. Zo. Ja, zo een beetje opgewonden. Ja, ja, constant. Daar klaagt Bartje ook over. Bartje. Hoe heet hij ook weer? Bartje... Nolles. Bartje Nolles. Bartje Nolles, ja. Ja. Zat hij er niet bij gisteren? Nee. Ja, die zat er in het kinderstoeltje. Nee, maar jongens, het is eigenlijk een hele treurige zaak dit, toch? Ik bedoel, dit is onze minister-president. Dit is een land... Nee, maar je zag aan haar ook, hè? En ook aan die, ik mag geen meisje meer zeggen... maar die mevrouw van de Partij van de Dieren, die ging... Die gingen in discussie met Kaag. En dan geeft Kaag een antwoord zo van...
Nou, daar kun je het mee doen, dom meisje. Nou. Dat zegt ze er niet bij, nee. Maar haar lichaamstaal zegt dat. Nou, en dan krijgt mevrouw Kaag ontzettende last mee. Want er komt een keer dat een van die meisjes uit de rol valt. Maar, en dan krijgt ze de volle laag. Maar Kaag wil nieuw leiderschap. Alleen daarom zou ze niet met Rutte verder kunnen waarschijnlijk. Omdat ze zegt, ja, bij deze vorm van leiderschap, dat kan natuurlijk niet meer. Ja, maar Kaag kan ook niet zonder Rutte als ze wat wil. Ja. Maar zou die nu zelf opwerpen dat ze president moet worden, minister-president? Dat wel. Mevrouw Kaag, ja? Die staat te trappelen, die heeft gisteren officieel gesolliciteerd. En dat heeft ze hartstikke goed gedaan, hoor. Alleen, ze staat me zo tegen. Ze is met de kil en te arrogant. Hmm. De beide hand. Ik had de indruk dat Wopke het een beetje spannend vond allemaal. Die smeekte zo de hele tijd, Wopke. Ja, maar Wopke is hier totaal ongeschikt voor. Wopke zal ongetwijfeld een goede econoom zijn. En ik denk ook dat hij een goede minister kan zijn. Maar die politieke arena, dat is niks voor hem, joh. Dan voelt hij zich niet op zijn gemak. Dan kan hij beter gaan schaatsen. Want, dat mag niet nu, hè? Nee, dat mag niet. Maar hij had als econoom, kun je overal een baan krijgen. Hij had hier nooit aan moeten beginnen. Hij heeft zich over laten halen, want kijk, de CDA is natuurlijk een beetje in paniek, omdat ze een klein partijtje dreigen te worden. En men achter hem geschikt als de ideale schoonzoon. In plaats van een goede jongen. Ja. Maar dit werkt niet. Maar die Jesse Klaver is niet glad, toch? Nee. Daar word ik toch helemaal gek van, Jesse Klaver. He? Je hoeft ze maar voor te geven. Nee, maar René, Jesse Klaver, die is 35 jaar. Die heeft nog nooit gewerkt. Die is in die jongerenbeweging omhoog gevallen. Een leuk koppie, wel bespraakt. Hier kunnen we wel wat mee. Een denktank erachter die hem gewoon vertellen wat hij moet zeggen. En die heeft nog nooit voor een baas gewerkt. Die weet niks wat er in de maatschappij te koop is. En die gaat Nederland redden. Het is de wereld op zijn kop. Maar hij had ze allemaal wel ingestudeerd, want hij ook die vergelijking met het Nederlands elftal. Ja, en zus betrok hij erbij. Dat is een zus, maar hij had eerst geen zus, maar nu had hij een zus. Maar had hij ook nog het Nederlands elftal. Het ging over dat er 10% mensen met een niet-westerse achtergrond binnenkort dan ook in allerlei functies vrij moeten verschijnen in de politiek. Nou, daar had hij een hele goede one-liner voor. Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens wil opstellen, weet ik één ding zeker, worden absoluut geen Europees kampioen. Ja. Maar ja, Ronald Koeman is al lang geen bondscoach meer. Dat maakt het een beetje lastig natuurlijk allemaal. Die vergissing kan ik me nog wel voorstellen. Want ik zat op de bank en toen zei ik dat ook. Toen zegt mevrouw, maar wie is er dan bondscoach? Oké. Dus mensen die niet in de voetballerij zitten, is Frank de Boer niet zo'n. Moet je hem toch niet gebruiken, die metafoor? Dat is niet zo handig, toch? Als je dat van tevoren voorbereidt. Want dat heeft toch voorbereid, dit? Is niet, ja, hij bereidt alles voor. Maar misschien lopen ze bij die GroenLinks-partij een beetje achter. Er kwam gelijk een tweet overheen. En met zoveel witte mannen kun je het ook allemaal niet meer uit elkaar halen enzovoort. En dan is de vergissing natuurlijk makkelijk gemaakt. Dat is ook alweer klaarstaan. Misschien hadden ze het met opzet gemaakt, weet je wel. Om nog een beetje extreem te voeren. Maar er komt een tijd dat je als witte man bij sollicitaties of wat dan ook bij functies helemaal achter in de rij staat. Want er is een kwotum voor buitenlanders in Nederland. Er is een kwotum voor vrouwen. En als je dan een hele goede witte man bent, dan ben je toch derde keus. Langzamerhand wordt het de wereld op zijn kop. Kijk, want dat gecoquetteer met al die dames daar aan tafel. Je moet er toch niet aan denken dat mevrouw Kaag, die zich graag als de nieuwe leider profileert, dat die in het torentje komt. En, maar even, waarom niet dan? Want ik bedoel, ik ben ook geen fan, hoor, voor de duidelijkheid. Maar waarom denk je dat dat niet zo goed zou zijn voor het land? Nou, mevrouw Kaag heeft het grootste gedeelte van haar leven in het buitenland vertoefd. En die komen even terug om in Nederland de puntjes op de i te zetten. Nou, zo zit de wereld niet in elkaar. Van alle dames die in de politiek. Maar hoe zit de wereld dan wel in elkaar? Want nou, dat is interessant. We hebben een minister-president die ons op een uitstekende wijze door die coronaperiode heen loodst. En van alle dames in de politiek. Niet iedereen, hè, maar ga door, ja. Ja, nee, sorry, maar jij stelt steeds van alles alsof het de waarheid is. Van alle. Het is mijn waarheid. Ja, okay, wat jij erover vindt, vind ik helemaal niet interessant. Nee, dat weet ik. Maar van al die dames in de politiek is er niet één die het beter zou doen als Mark Rutte. En komt er één waar ik van overtuigd zou zijn dat ze het wel beter kunnen, heb ik niks tegen een vrouwelijke minister-president. Nee. Maar ik zie er nu nog niet. Wou je Ploemen er neerzetten? Zeg jij het maar. Wou je, kijk, Jan bij de SP, die dochter van Jan, die zal hem nooit evenaren. Nee, Lilian Marijn is hem. Nee, die doet de best en die sputtert, maar die heeft niet de charisma van de vader. Maar kan je een vrouw voorstellen die het zou kunnen? Als je nu gewoon. Ik zie die vrouw, zie ik niet. Nee. Die zie ik niet. En dan vind ik het storend dat Kaag zichzelf wel als die vrouw ziet. Nou, dat is niet zo. Ja, maar ja, goed, dat moet ze ook wel vinden. Dan zou het raar zijn als dat eraan begint natuurlijk. Maar nou, dat weet ik niet. Kijk, ik vind ook van alles, maar je moet wel realist blijven, hè? Ja.
Maar zou jij het kunnen, minister-president? Ja, ik zou dat wel kunnen. Ja, maar ja, dat is ook een schot voor open doel. Ja, dat is waar inderdaad. Maar zou je het ook willen dan? Ja. Ja, je zou het nog willen ook. Nee joh, schei uit. Nou. Nee. Ik zou daar niet tegen kunnen, dat gedram van die linkse partijtjes. Dat, je weet al wat er komt, weet je wel. Dat oppositiegedoe, weet je. Mm. En dan die kwakzalver van die Klaver, die zegt, u staat te liegeren. Ja, Ronald Koeman gaat wel naar het EK. Nee, sorry, dat is heel flauw dit.